Het belangrijkste televisiemoment in mijn herinnering is de dood, ik moet zeggen de moord, op Theo van Gogh. Goedemiddag. Regisseur, schrijver en televisiemaker Theo van Gogh is vermoord. Ik keek naar een extra journaaluitzending en ik zag daar die man die ik zo goed kende, zag ik daar liggen en wist dat hij niet meer zou leven. Van Gogh wordt door meerdere kogels getroffen. Ik ben natuurlijk een journalist, dus het eerste wat ik dacht is, moet er niet een uitzending komen? Kan ik niet iets betekenen? Toen dacht ik, het zal toch niet zo zijn dat dit het begin is van enorme rassenrellen. Wilt u meer onvergetelijke momenten zien? Ga naar publiekeomroep.nl.